Interessant. Karremans, u hoorde al, eigenlijk zou hier Bart Nijpels ook zijn. Die heeft een tamelijk fameus portret van Karremans gemaakt. En hij zou daar een stukje over uit laten zien. En het is misschien wel leuk dat wij dat nu zonder hem laten zien, maar ons dan op de figuur van Karremans kunnen concentreren. Na de val van de enclave worden de vluchtelingen die zich op en rond de Nederlandse compound bevinden in bussen afgevoerd. Op last van Mladic worden de mannen van de vrouwen en kinderen gescheiden. Dutchbat-commandant Karremans heeft altijd gezegd dat hij geen idee had wat er met die mannen zou gaan gebeuren. U wist toch dat er in heel Bosnië etnische zuiveringen plaatsvonden? Ja, zelfs voor. Afgaande aan uitzending hebben we daar de beelden van gezien. Maar dan moet u zich toch realiseren op zo'n moment van dit gaat mis. Ja, dan ben ik. Ja, het is ook ondenkbaar. Moeten we toch gewoon eerlijk vaststellen dat hij zich dat niet gerealiseerd heeft. Ja, ongeloofwaardig natuurlijk. Het zou in de hele burgeroorlog, de hele geschiedenis van de burgeroorlog, misschien wel het enige geval zijn geweest waarin de Serviërs niet wraak zouden hebben genomen op de moslimstrijders. Iedereen wist hoe Mladic met het mannelijke gedeelte, het weerbare gedeelte tussen de 17 en 65 omging. Voorbeeldig genoeg. Zo'n trend. Ik had op dat moment niet het idee wat hij ermee aan wilde. U vertrouwde Mladic daarin? Nee, helemaal niet. Wat dacht u dan? Niets. Niets. Er waren natuurlijk al de eerste aanwijzingen ook rond het kamp. Schoten, lijken die gevonden werden. De mannen die behoorlijk hard gescheiden werden van de vrouwen en de kinderen. Chris Klep was destijds werkzaam voor Defensie en sprak na de val van Srebrenica met tientallen Dutchbatters. Alle andere mensen bij Dutchbat, of je later spreekt of directe getuigenissen, zeggen dat we wisten eigenlijk allemaal wel wat die mannen ging gebeuren. Punt. Dus u gelooft Karremans niet? Ik denk op dit punt, nee. De vraag is natuurlijk, blijft u bij uw eerdere uitspraak? Ja. U had op het moment dat gebeurde geen idee wat er met die mannen zou gaan gebeuren. Kijk, als je door de bril van 2011 daarnaar kijkt, dan is dat natuurlijk heel anders. Maar we praten over 1995. Wat Chris Klep zegt, daar ga ik niet verder op in, want die is niet bij geweest. Hij citeert, maar ik hou niet van citeren. Je moet dat met je eigen ogen gezien hebben. En standrechtelijk, dat heeft ook niemand gezien. Er zijn lijken gevonden met kogelgaten in nek en achterhoofd. Mensen die van achter waren doodgeschoten. Ja, dat is oorlog. Heeft u het zien gebeuren dat die mannen gescheiden werden? Nee. Kolonel arts Ger Kremer, hier rechts in beeld, is in juli 95 chirurg bij Dutchbat. Tijdens de deportatie van de vluchtelingen wordt hij overvallen door een Servische televisieploeg. What's going on today here? Do you know what's going on? I just came here. You know what's going on? Kremer is getuige wanneer de Bosnische mannen door de Serven gescheiden worden afgevoerd. Dan stuit hij op zijn commandant Tom Karremans. De keer dat ik hem gezien heb, stonden we beiden te kijken hoe de meeste vluchtelingen gingen. Dat waren vrouwen, gingen in bussen richting Tuzla. Maar er waren ook mannen die uitgeselecteerd werden door de Serven, die moesten linksaf. Het huis in een andere bus werden die afgevoerd. Dus ik zei tegen Tom van, Tom, wat denk je wat er gebeurt met die mannen die linksaf gaan? En toen zei hij, nou, dat wil je niet weten. Dat zal wel niet goed aflopen met ze. Wat leidde u daaruit af, toen hij dat zei? Nou, dat hij wel begreep dat die mannen vermoord zouden worden. Kunt u zich dat gesprek met Kremer herinneren? Ja, ik denk dat dat heeft plaatsgevonden, wat ik net ook aangaf, buiten de poort van de compound. Waar hij zat in een tent om eerst hulp te verlenen en waar hij natuurlijk zelf ook een aantal keer kwam kijken. Maar ik kan me het verhaal aan zich, althans inhoudelijk, niet zo goed meer herinneren. U vroeg maar net, heb ik het persoonlijk gezien? Ik heb het persoonlijk dus niet gezien. Ja, dat impliceert wat hij zegt natuurlijk.
Hij suggereert ook dat ik gezegd zou hebben van ja, daar willen we niet over praten en daar moeten we maar niet over nadenken. Dat zijn zijn woorden, dat zijn niet mijn woorden. Ik blijf bij mijn woorden. En dit gesprek, wat hij beschrijft en uw woorden daarin, dat kunt u zich in ieder geval niet herinneren. Dat gesprek wel, maar niet de laatste woorden dus niet. In 2002 zegt Karamans er in zijn verhoor voor de parlementaire enquête het volgende over. Het is niet netjes maar om het op die manier te zeggen, maar dat in zekere zin de evacuatie redelijk gestaag verliep. Maar niet wetende op dat moment, want ik ben er zelf geen getuige van geweest. Niet weten dat er op dat moment mensen uitgetrokken werden, mannen werden uitgetrokken, verhoord werden, apart werden afgevoerd. Dat is allemaal eigenlijk in de loop van die dag wat duidelijker geworden. Dat verklaart die onderheden. Ja. Klopt niet. Ja, ik bedoel, heel simpel. Ja, dus dat is een beetje onbegrijpelijk dat je het ene moment wel realiseert dat je dat fout gaat met wat er gebeurt en dat je later in de parlementaire enquête ontkent dat je gerealiseerd hebt. Liegt Kramer? Nee, ik zeg niet dat hij liegt. Maar ik zeg ook niet, ik zeg alleen dat zijn zijn woorden. En het is niet netjes om zijn woorden uit te gaan spelen tegen degene die nu geïnterviewd wordt. Ik geef mijn visie op het verhaal. Dan hebben we het over mijnheid. Dan hebben we het op zijn minst op een gevarieerde weergave van de werkelijkheid, laat het zo zeggen. Iedereen binnen Dutchpet wist het. Heeft u mijnheid gepleegd? Nee. Klep zegt iedereen bij Dutchpet had op dat moment door wat er ging gebeuren. Ja, ik wou dat Chris Klep bij ons had gezeten. Dan had hij dat met eigen ogen kunnen zien en dan was hij waarschijnlijk tot een andere conclusie gekomen. En nou de vraag over mijnheid, dan weet ik niet dat ik mijnheid gepleegd heb. En u houdt vol dat u niet gezien heeft dat die mannen gescheiden werden. Ja. Wat dacht u toen u hem dat hoorde zeggen bij die enquête? Ja, wat dacht u? Dat het een beetje laf is dat je dat niet durft te bevestigen. Dan zou ik zeggen dat Karremans toch moeite zou moeten hebben om met deze wetenschap verder te leven. Ik zou het niet kunnen hoor. 20.000 vrouwen, kinderen, bejaarden, gedeporteerd. 1500 mannen die op de compound en in de periferie zaten weg. 9 lijken die gefotografeerd zijn en waar video's van gemaakt zijn. Meldingen die er gekomen zijn van lijken. Meldingen die er gekomen zijn van mensen in huizen. Ik zou er niet mee kunnen leven. Maar ja. Hoe doet u dat? Hoe leeft u met de herinneringen aan 95? Ik heb die beelden op mijn netvlies, wat er toen gebeurd is. Die beelden zijn mogelijk bijgesteld. Ik heb regelmatig aangegeven dat er dingen ook niet juist waren. Zeker in mijn eigen optreden. Maar het gros van de beelden wat ik daar gezien heb, onder die omstandigheden, toendertijd, die beelden heb ik nog steeds op mijn beeldscherm staan. In mijn gezichtsveld staan.